Ik ben gek op mensen. Niet op allemaal misschien, maar wel op verreweg de meeste. Dat komt denk ik omdat de meeste mensen die ik tegenkom aardig zijn, vriendelijk, geïnteresseerd vaak, grappig, heel soms en dan nog meestal onbedoeld grappig. En dat is per definitie grappiger. En ook omdat ze lang niet allemaal zeggen, damn man, wat zie jij eruit? Heb je honger of zo? Wat overigens wel zo is, want ik heb een hoge verbranding en de broodjes in dit radioprogramma zijn bovengemiddeld. Ondertussen maak ik me ook zorgen over wat ik menselijk gevoel zal noemen. Ik bedoel daarmee betrokkenheid bij mensen en planeet om je heen. Geïnteresseerd in iets of iemand die afwijkt. Empathie, zachtheid in een wereld die steeds harder lijkt. Niet afwijzend, maar open-minded. Erover nadenkend kwam ik op zo'n 170 voorbeelden, waarvan ik er een paar zal noemen. Als je nieuwsgierigheid bij voorbaat inwisselt voor afkeer, verlies je je menselijk gevoel. Als je natuur geen intrinsieke waarde toekent, maar vooral als lastig ziet omdat het je bedrijventerrein, je snelwegverbreding of je landingsbaan in de weg ligt, verlies je je menselijk gevoel. Als je duurzaam ondernemen vooral een marketingtool vindt en mensenrechten op de plek waar je actief bent een hoop gedoe, verlies je je menselijk gevoel. Als je een wachtlijst van ruim 2 jaar voor een intakegesprek voor GGZ niet op elke manier onaanvaardbaar vindt, verlies je menselijk gevoel. Als je varkens in een loods, een vrachtwagen, een slachthuis niet als intelligente, levende wezens ziet, maar als handelswaar, verlies je je menselijk gevoel. Als je iemand die een gedicht post over een vader die zijn dochter verloor in een aardbeving antwoordt met heb je je deugdpunten weer binnen, verlies je je menselijk gevoel. Als deugen en woke en polarisatie worden gebruikt om de ander de mond te snoeren in plaats van het gesprek aan te gaan, verlies je je menselijk gevoel. Als je gezinnen afsluit van water, verlies je je menselijk gevoel. Als je de tranen die over je wangen lopen en dat je minutenlang naar het schilderij hebt gekeken wijdt aan de airco in het museum, verlies je je menselijk gevoel. Als je mensen die een oorlogsgebied of een door klimaatcrisis verdord land ontvluchten ziet als getallen, aantallen, als een last voor het systeem die moeten worden tegengehouden, het liefst zo ver mogelijk hier vandaan, verlies je je menselijk gevoel. Als je gezinnen die op een wrakke vissersboot stappen om de Middellandse Zee te overwinnen als gelukszoekers neerzet en daarmee zetels weet te halen, verlies je je menselijk gevoel. Als je meisjesscholen probeert te vergiftigen om je verwrongen beeld van de religie en bijbehorende God overeind te houden, verlies je je menselijk gevoel. Als je seksueel geweld en het ontvoeren van kinderen gebruikt om je oorlogsinspanningen te ondersteunen, verlies je je menselijk gevoel. Als je je spelende ik, de homo ludens, hebt ingeruild voor je berekenende homo economicus, verlies je je menselijk gevoel. Als je je werknemer ziet als FTE, als functieprofiel, als kostenpost, verlies je je menselijk gevoel. Als je het nodig vindt mensen die anders denken dan jij, politici die een andere kant op willen dan jij, mensen die anders zijn dan jij, de meest vreselijke bedreigingen te doen toekomen, verlies je je menselijk gevoel. Als je niet in contact durft te komen met je emotie, je angst, met je onzekerheid, als je formulieren, websites en een volgend onderzoek altijd stelt boven een gesprek met de mensen die slachtoffer zijn van wat je weer gaat onderzoeken, als je beleidstaal boven poëzie stelt, verlies je je menselijk gevoel. Als je woorden als naastenliefde en solidariteit en kwetsbaarheid eigenlijk niet meer durft te gebruiken omdat je erop afgerekend zou kunnen worden, verlies je je menselijk gevoel. Ik doe deze week eens geen mening, maar een heel sterk gevoel. Wees niet bang mens te zijn. Wees niet bang zacht en kwetsbaar en onzeker te zijn. Wees niet bang bij al die aardige, vriendelijke en geïnteresseerde mensen te horen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.